eigenlijk allebei van dat hebben ze op de een of andere manier dat kerksgroei te klein geboten. Op schaal, hè? Ja, op schaal. Alsof ze een twiefelen horen tussen de echte wereld en een modelbootreinbaan. Hallo. Hallo. Misschien weten de hieren hier tegenover. Goedemiddag. Zit geen vervolg? Van de Miers. Dit is Miers, hè? Ja. We horen net dat kerkje, hè? Ja. We zaten net met elkaar een beetje te filosoferen. Zo van, altijd als we langs dit kerkje komen, hebben we het idee alsof ze net een beetje te klein gebouwd hebben. Ja. Er is toch een klein gemeenschap heen. En ja, maar, ik vind, ja. Is je net ik vind dat dit te klein, ja. Ja, alsof het in een andere schaal gebouwd is. Ja, dat is zo met zoals je in Holland hebt. In de kerken. In de Mierschoringen, daar worden de laagbreed. Ja. Want ze met twee. Serieus? Nee, echt hoor. Ja, dat zie ik. Hoe zou dat zijn? Ze houden in Lumier, kosten ze bij laagbreed. Je zit er met twee in Holland. Van die. Want even afgezien van het formaat. Ja. We vinden het wel een prachtig kerkje. Hè? Maar wie zijn je dat nou dat er maar twee zien van in Holland? Ja, want die modellen. Heeft dat met de architect te maken of zo? Ja, het zal wel, ja. Die steden al van 1900. Hè? Maar staat er ergens anders in Nederland precies hetzelfde kerkje? Moet nog eens in Nederland nog wat. Ik wil het ook netjes zien, maar dat heb ik wel gehoord. Is het niet ouder dan 1900? Dat. Is dat niet ouder, hè? Ja, 1900 zoveel is dat. Ja, dat is 100 jaar geweest. Dat is nog eens gerenoveerd geweest. Nu is het schans. Zullen er weer oude Miers? Dat is wel maar bijgehouden worden. Waar bleef? Dat is heel oude Miers, zo je weer. Ja. En die kapel is er ook geweest. De doorlopende weg, hè? Dit is wel binnen je weer. Nee, is dat de kapel? Aan het kapelje door. Ja, dat is nog ouder. We gaan weer. Zien ze het restaureren of is het kloof? Ja, ze zitten aan het werken nog. Het is het oudste zaalkerkje van Nederland. Ja. Daar heb ik nog met Jong Nederlander gezeten. Dat kapelletje? Ja, dat wordt de Catharina-kapel? Ja, ja. Is dat een van de oudste? Ja, 1300. Van Nederland. Zaalkerk. 1300. Is die. En daar heet Heese Hoosdorm. Het Troje had dat. Allemaal die moderne mannetjes in de hemel dan. Of... Van die plafondschilderingen zitten erin. Ja. En daar zitten dan, ja, dat is over een klein kindje, mooi zijn we. Allemaal is een figuurtje van zijn mannetjes. Is dat een beetje. Het is bekend, daar komen veel bussen. Ja, ik moet net zeggen, dat is dan de toeristische attractie van Oud-Lemiers? Ja. Ja. Nee, dat was van het bisdom, ook van de kerk. Hij is dat die restauratie. Dat was een zoete restauratie, dat kostte ze gar niet betalen, he, dat kleeddorpje. En dan heeft het bisdom het overgenomen. Ja, want die hebben geld zat. Ja. En die hebben dat dan. En hoe zit de ding dat Rudy heet zo geworden? Rudy, kijk eens even die fietsers, hè. Want je zegt van, volgens mij zegt je van, het is een doorlopende weg, hè. Ja. Maar dan kent je met de fiets heel makkelijk de Pul over, hè, richting Duitsland. Ja, nou reed je weer net door dat streutje en daar hangen overal van die posters van, wat is dat nou, de trambaan fietsroute? Oh, daar zijn ze mee bezig, joh. Ja, wat is dat? Ja, maar je hoort van willen van mijn springhoes, dat de fietsweg heen naar Volslenje. Ja. Dat zijn een verhuurd. Nee? Oh. Ja. Heb ik dan een wonder? Erg in de dingen weer in het krant. Dat is maar zul je die fietsers dan allemaal heen door de straat komen? Wat ze huur? Ja, die komen met Rieks. En dat, willen dat allemaal gelegen. De is een weiland. Ja. En daar was een voetpad. Ja. En dat is een huis. Daar de hoes gekocht. En dat bemoeit zich op hem niet. En de Pruus, die heeft hier op Nederlands grondgebied een hoes gekocht. Ja, en de hing vooral met die molen.
En, maar heeft die meneer dan dat plan voor die trambaanfietsroute aangezwengeld? Dat is de dwarsboom, omdat dat bij hem zo lang is. Oh, hij wil dat dwarsboom? Ja, ja. Maar aan het aantal posters te zien, heeft er toch wel wat lumijn gekregen, ja, in de strot. Ja, had ook veel tegenstanders. Ja, maar toch wel een beetje. De privacy is weg, hè. En door die drukte kunnen met die fietsen allemaal. En dan zijn de kenger en toestanden. De privacy is toch weg dan. Het is te veel wat. Het is echt belast hoor. Want er wordt nu ook al heel veel gefietst, toch? Ja, ja, dat komen zo. Kom maar door die fietsen. Dat is standaard gewoon. Hè. Kom maar door natuurlijk. Ja, van telt toch op een zeson. Kom maar door Alsbeek. Want Alsbeek gehaald en dan hebben we dat bruggetje. Ja. Ja, dat zijn zij, ja. Dat zijn al de Miers. Ja. En waardoor, ja, dan alle richtingen. Ja, we willen omdat dat allemaal in de berg ligt. Ja. Maar zou je dat niet goed zien, Villemiers, als er gewoon veel meer mensen door de komen? Het werd te druk allemaal. Ja. Privacy, hè? Er is er niets meer, hè? Ja, privacy, dat maar... Ja, voor de kengel en zo, hè? Er is één café nog. Ja, café... Oude Miers. Ja. Achter je. Ja. Hoeveel lui wonen erin, in Lemiers? Ongeveer 50. Ja, hier wonen in. Gezinnen dan, hè? Ja, ja, ongeveer zo wat. Hé, hey, wie had ook alweer eens de Roener Waterreus? Die is toch van Lemiers, of ja, niet? Ja, de voetballer. Ja? Ja, ja, daar woont hij niet. Nee, dat weet ik. Maar zus zit er nog wel eens in dorp? Nee, dat ik weet niet. Nee? Dat ging, de van dorp, de man van hem. Had toch gewoon te achter. Zo wel eens in de kerk, want je hebt van de Ziepalens, ja. Van de familie is. Ja. Of pap of de. Ja. Of zijn opa, de hand van Ballens. Dus hier. De woont erachter, had hij gewoon toch. Ja. Tegenover het café, toch? Ja, tegenover het café Oude Miers. Daar hangt hij gewoon waterhuis. Nee, de Oude Miers. Nee, Oude Miers, het café. Heen. Oh, zo. Daar tegenover woonden ze elders. Ja, ja. Ja, de elders wonen toch. Ja, toch wel. En hij ook. Maar die leven niet meer? Nee. Jawel, Maria woont nog. Jawel, Maria leeft nog. De man blijft, ze woont nog. De man is dood. En oma en opa, wat er boven woonden, die zijn nog overleven. Die zijn er begint fietsen of zo weer. Ja, met zijn broer. Dat weet ik, ja. Maar is Waterreus, is dat een echte naam hier in Lemiers, die al langer voorkomt? Ja, Waterreus is zo. Nee, nu is het regelmatig, maar niet oppervloed. Wat is niet van Frans? Ja. Hallo. Het ken je. Dat is ook in de boven. Ja. Allemaal van Oude Lemiers, zo. Allemaal over dat beek. Maar over die kapel, 60 jaar terug, heb ik toen nog geoefend. Van Jong Nederland. In die kapel. Wordt er geoefend. In de Katharinekapel? Ja, daarachter, ja. We hongen de zijde en alles. Dan moeten ze trimmen en alles. Van Jong Nederland worden. In de kapel? Ja. Ik kom geen in de touwen. Die wordt leeg, hoor. Ja? En Jong Nederland, daar word ik dus binnen. Ja. 60 jaar terugkomen vandaag, ja. Bijvoorbeeld. En dan moet ze dan oefenen. En dan wordt dat met zeilen en zo allemaal. Maar je ziet geen gymlokaal dan, bij de school? Nee, er wordt hier nog niks, nee. Nee? Ja, maar 60 jaar terug moesten dingen. Maar er wordt er toen wel een schuurkel hier in Lemiers? Een schuurkel? Een school. Een school. Nee, geen schuurkelder, een school. Een school, ja. Ja, ben je helemaal een school geweest. Zeker een school geweest. Die is afgebroken geworden, is er nu gekomen ondertussen ons. Het huis is gestrangen. Maar dat kun je voor 60 jaar terug. Zijn nog in een school geweest, in die oude school. Ja, en dan mogen ze die nieuwe school bouwen. Ja. Ja. Dat. En die had niet lang geleerd. Hè. Meneer Schurgers wordt dat, het hoofd van de school, Schurgers. Schurgers? Schurgers. Ja, door die flankeert die grote. Voor veel kinderen. Ja. Even die kerk kwam. Die had hekwerk gestanden. En wie voor jong kwam, had ze een poort, dat doen voor voetballen. En toen kwamen niet zoveel auto's wie nu. Ongerend. Lukt de bal over. En hij won goed. En dat was allemaal talu. En we wonen jong. En vrouwen ze tussen ons door. Not de talu. En ik hoop dat het piet. Het ging zo langzaam door. En de pak en not de goed. Tussen ons door. Dus de hoofd tussen die peul, de hoofd wilde doelen en
Maar toen stond er, had ik het goed begrepen, stond er een hek om de kerk? Dat stond een hekwerk. Dat stond op de hoek met een grote boom. Die hebben ze veel veranderd, Willem Hiers. Geen zee. Of er geen stoplicht? Het stoplicht geworden. He. En toen ging de dans komen, daar gingen hoe dan na, hoe dan na, hoe dan na. En zo. Ja. Interesseerde. Vroegen ze gewoon door, ze hadden zijn toch op vergoed op Groningrijk. Er wordt niet meer gestopt. Dus de lui wist het van er komt toch niks aan, dan rij je gewoon door het roet. Van Lennart is het door blijven en toen had ze iets stoplicht gemaakt. Ja, met die kinderen was het geweer. Ja, ja. Die worden kinderen het doeltje rijden. Ja, en zo'n gemeente doodgevaar. Op de hoek hebben ze nog een meertje doodgevaar. En die worden klaar overigens toch niet. Een bijzonder meertje? Een meertje. Dat kun je vervolgens af. Ja. Het riet heen en riep het meertje heen op de hoek. Dat liep op de graaf. Dat is het tijd geweest dat die klaar overst nog niet worden met de schoolhoede is. En dat... Nu is dat komen automaat die klaar overst en dan wordt veiliger. Heel langzaam had dat zich opgebouwd. En dat wordt een jong meertje was dat? Ja, dat was een jong meertje. Een jong of trots. Ja, dat was ouder. Ja? Jong de metrojaar zelfs. Ach, dat was een klinger kind. En die leed heen begraven? Ja, dat is Lemmens. Dat was een Rotterdams meertje, wat aangenomen heeft van een familie. Dat was hem heel dood op de hoek. Maar toen kunnen ze veel plaatsen, een chique plaatsen. Kijk hier maar in. Ja, kwartier hè. Die kijk, die knippel uit of die stoplichten, dat was en dan gaan ze puin op. Waar gaan ze gaan, heb je veilig voor. Ik kreeg me daar, oh dat springt erop. Maar dit is toch ook een moeie, dit is toch ook een moeie plaatsje? Ja, zeker. Ja, ja, maar dit is ook niks. Er niks moeten doen. Alles dood. Hier worden vroeger winkels, hè. Ja. En ook geen. Slechter. Riet slechter. Melkwinkel. Riet slechter. Ja. Een spargel. Een spargel hegen weer ook. Een spargel. Koop. Dat is allemaal weg. Ja, allemaal weg. Langzaam. Koop en door. En het café? Ja, hoe lang blijft dat nog bestaan? Dat café. Dat is café. Dat is toch goed.